Ja, op dit moment is het zo droog in Portugal dat de grote barrage van Monte Rocha, niet te ver hier vandaan, ongeveer 10 kilometer, is sinds 60 jaar geleden gebouwd. En op dit moment is hij helemaal droog. Er zijn oude dorpen van 60 jaar geleden gewoon weer zichtbaar. Je kan door de dam heen lopen, door de barrage zelf heen lopen. Wij zijn vandaag in Bargem, de Monte de Roja, en zijn hier bij een stuwmeer wat 2 jaar geleden is drooggevallen door de extreme droogte in Portugal. Als je op Google Maps hier kijkt, sta je in het water, maar sinds 2 jaar is het hier helemaal drooggevallen. De restanten van de ondergelopen dorpen kunnen we nu daar weer zien. We lopen hier op de bodem van het oude stuwmeer. Bodem. En dit heeft vroeger onder water gestaan, maar nu is het gewoon helemaal droog. Achter mij zit nu een oude boerderij, dat noemen ze in Portugal een quinta. Deze emmer met plastic heeft 20 jaar op de bodem van het stuwmeer gelegen en het heeft niet vergaan. En wij ruimen het op. We zijn hier bij de dam van het stuwmeer. En dit is nog wat er overgebleven is van het hele grote stuwmeer daar. Water, gevaar belangrijk.